Snel, sneller, snelst. Als je lange tijd stress voelt, dan is dat niet zo goed voor je gezondheid. Wil je een gezonder leven, maar weet je niet hoe of waar je moet beginnen? Ik ben dokter Tamara en ik ben huisarts. En in deze videoserie over thema's als voeding of stress help ik je heel graag om gezondere keuzes te maken. Ik ben heel benieuwd. Waar start jij morgen mee? Ik wil het met je hebben over stress en hoe je daarmee om kunt gaan. Ken je dat gevoel dat je het druk hebt? Je bent echt niet de enige. Heel veel mensen hebben hun leven volgepropt met werk, sport, hobby's, gezin, mantelzorg. En druk zijn vinden we heel normaal. Maar wat nou als het door de drukte echt niet goed gaat? Nou, ik help je graag op weg naar minder stress aan de hand van de volgende vragen. Hoe ontstaat stress? Wanneer is stress niet goed voor je? Waarom is stress voor langere tijd ongezond? En natuurlijk, wat helpt bij stress? Hoe ontstaat stress? Stress is een reactie van het lichaam op een veranderende situatie. En het kan bij heel veel momenten ontstaan. Bij een ongeluk, een overlijden, geldproblemen, hoge werkdruk, examen. En het zorgt dan voor een lichamelijke reactie. Je hartslag gaat omhoog, je spieren spannen zich aan en je ademhaling versnelt. En je bent klaar om snel te reageren. Stress voel je. Heel lang geleden hielp stress onze voorouders om snel te reageren in een plotselinge situatie. Nou, ook in onze tijd kennen we deze positieve vorm van stress, ook wel spanning of zenuwen genoemd. En je kunt het krijgen als je het spannend vindt om een onbekende te ontmoeten, als je een presentatie moet houden of voor een vakantie of een bruiloft. En deze gezonde stress duurt kort en wanneer het moment voorbij is, ga je weer terug naar je rustniveau. Maar stress kan ook ongezond zijn. En dat gebeurt als de reactie op stress niet ophoudt en je niet genoeg tot rust komt. Er kunnen allerlei redenen voor zijn, maar twee belangrijke zijn: we willen veel en eisen ook veel van onszelf. En alles lijkt dan even belangrijk. Nou, een tweede reden is dat werk en privé steeds meer door elkaar lopen. We gebruiken onze telefoon voor bijna alles. De hele dag door ontvangen we meldingen van mails en apps. Ook tijdens het eten en in de avond. Ja, en het is toch moeilijk om er niet naar te kijken. De verwachtingen die we naar elkaar hebben zijn ook veranderd. Het is zo makkelijk om even een appje te beantwoorden, dus ja, waarom zou je het dan niet doen? Zulke verwachtingen kunnen zorgen voor druk in je hoofd. En hierdoor blijf je steeds alert. En misschien ontstaat dan het gevoel dat je de verwachtingen niet kunt waarmaken. En daardoor wil je nog beter of harder gaan werken. En zo kan er langdurige stress ontstaan en dat is niet gezond. Waarom is stress voor langere tijd niet gezond? Ik heb je verteld dat er bij stress iets gebeurt in je lichaam. Je spieren spannen aan, je hartslag versnelt en je bloeddruk gaat omhoog. En bij stress die lang duurt, blijven ook deze lichamelijke reacties bestaan. Dus je lichaam blijft steeds alert om te reageren en ontspant niet meer genoeg. En daardoor kun je je opgejaagd voelen. En het is moeilijker om na te denken, te onthouden, keuzes te maken en problemen op te lossen. En je kunt serieuze gezondheidsproblemen krijgen, zoals een hoge bloeddruk of hartkloppingen. Stress die langer duurt beïnvloedt ook hormonen. En het kan bijvoorbeeld effect hebben op je hongergevoel, waardoor je steeds meer, minder of ongezonder gaat eten. Nou, en daarnaast, als je een lange tijd stress hebt, heb je ook lange tijd het hoogste niveau van stresshormonen in je lichaam. En dat kan leiden tot slaapproblemen, gewichtstoename, een verstoorde bloedsuikerspiegel en een slechtere weerstand. En hierdoor word je weer waarschijnlijk sneller ziek. Wat helpt nu als je langere tijd stress hebt? Ik geef je graag 3 tips. Het is belangrijk om te weten dat de stress zelf niet de oorzaak is van jouw klachten. Het is daarom goed om erachter te komen hoe je dat gevoel van stress hebt gekregen, de oorzaak dus. En om die oorzaak ook te bespreken. Heb je te veel werk? Bespreek het. Ervaar je stress omdat je gevoelig bent voor de mening van anderen? Zorg je voor iedereen en zeg je liever geen nee? Bespreek het. Als anderen niet weten wat er aan de hand is, weten ze ook niet dat je hulp nodig hebt. Voor je leidinggevende, collega of partner, het is echt beter voor iedereen dat je het uitspreekt. En kun je al meedenken over de oplossingen? Geef dan gerust aan wat je nodig hebt en sta open voor de oplossingen die anderen aanbieden. En nu je jouw situatie met je omgeving besproken hebt, kun je ontspanmomenten in gaan plannen. En dat is mijn tweede tip. Je hebt ontspanning nodig om je lichaam te laten herstellen. Ook dit kun je met je omgeving bespreken. Er moeten taken worden overgenomen. Ja, en meestal helpen de mensen om je heen je heel graag. Een partner, een vriend, kinderen.
Kan er iemand anders koken, schoonmaken of een andere belangrijke taak overnemen? Tip 3 gaat over jouw sociale contacten. Rij je nog wel eens naar die vriend aan de andere kant van het land? Door langdurige stress kun je teruggetrokken leven en je afsluiten voor zaken die het minst belangrijk lijken, zoals een keer een hapje eten met een vriend of een bioscoopje pakken. Maar die contacten zijn juist zo belangrijk als je stress wilt verminderen. Ze helpen je om je gelukkiger te voelen. Maak dus juist wel die boswandeling met je geliefde en maak wel tijd voor vriendschappen. Voor de kinderen of voor de buren. Je hebt ontspanning en afleiding nodig. En bovendien helpt het contact met anderen om te relativeren en nieuwe oplossingen te zien. Ik heb nog wat andere feiten en tips die helpen bij stress. Wist je dat mindfulness kan helpen om te ontspannen en stress te verminderen? En dat bewegen in de buitenlucht je gelukshormonen verhoogt en je stresshormoon verlaagt. En dat je gelukshormoon aanmaakt als je een taak afrondt. Maak jouw to-do-lijstjes daarom kort en haalbaar om je direct beter te voelen. Ik heb je verteld welke invloed stress heeft op je lichaam en hoe belangrijk het is dat je lichaam weer tot rust komt. Ik heb je 3 tips gegeven. Als je extra hulp nodig hebt, dan is het goed om naar de huisarts te gaan. Die kan je in contact brengen met bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, een praktijkondersteuner of een psycholoog. Ik wens je heel veel succes en fijne ontspanningsmomenten toe. En wil je werken aan minder stress en meer ontspanning? Bijvoorbeeld met de VGZ Mindfulness Coach app? Kijk dan op vgz.nl/dr-tamara. Hierin vind je alles om jou te helpen. En ook vind je hier nog meer afleveringen van Dr. Tamara legt uit.